De transformatie naar een duurzame en klimaatvriendelijke ontwikkeling in ons milieu is van eminent belang. Daarom is de UNICEF bereid een helpende hand te bieden aan onder andere het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken en overige belanghebbenden. UNICEF-vertegenwoordiger van Guyana en Suriname, Nicolas Spron, zegt dat de ondersteuning gezien moet worden in het licht van het realiseren van de 17 gestelde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Spron voegt eraan toe dat deze transitie belangrijk is voor de toekomst. A successful transition towards a greener world will depend on the development of green skills in the entire population. It includes technical knowledge that enables the effective use of green technologies. While green skills are relevant for people of all ages, they have heightened importance for younger people, who are the most affected and can contribute to the green transition over a longer period. Ook zegt Spron dat er gewerkt moet worden aan het betrekken van de jeugd tijdens het maken van klimaatbeleid. Suriname ondervindt immers ook de nadelen van klimaatverandering, wat het treffen van maatregelen cruciaal maakt. Making Suriname, as of today, a signatory of the first of its kind commitment to accelerate inclusive, child and youth-centered climate policies and action at national and global levels.